toevallig viel ik erin. In dat televisiergedoe. Ja, kijk er nooit naar, want ik vind er gewoon geen moer aan. En toen zag ik dat dus gebeuren daar. Met die pannenkoek. En met Derksen. Kijk, Johan Derksen. Ik ben het ook regelmatig niet met hem eens. Dat is duidelijk. Dat zijn we allemaal. En dat moet ook. Daarom zit hij daar ook. We hoeven niet allemaal te zeggen, ja Johan, goed zo. En het is allemaal niet nodig. En de pannenkoek, die had dan besloten dat die ging. Kijk, wat voor die pannenkoek is dit, gewoon een snabbel. En dat zag je er ook aan af. Die dacht van, nou ja, dan pak ik lekker makkelijk die Johan Derks even aan. Nou, en ja, daar krijgen we dus dan een collectief. En massaal dit handenwrijvende deugdneuzen in Nederland die allemaal uit hun holen kruipen. Want ja, eindelijk gaan we Johan Derksen gaan we aanpakken. Nou, ze kunnen niet wachten dat het programma helemaal naar de knoppen gaat. En ze kunnen ook niet wachten op de ondergang van Johan Derksen. Nou, en nu was het dan eindelijk hun momentje daar. En daar, hup, daar waren ze met z'n allen. Ja, allemaal schrijven ook. Online en social media. Ja, nee. Want Derksen werd aangepakt en gefileerd. En er bleef helemaal niks meer van over. En het was ook geniaal. Van pannenkoek. Ja, het was geniaal. Ja, en het was ook zo geestig. Nou, vrienden, laat mij jullie vertellen dat het was niet geestig. Het was verre van lollig. Dit was gewoon een schreeuwpartij, hè? Een hele harde stem, schreeuwen. En dan alleen maar Johan Derksen een beetje beledigen en afzeiken. Dat was het. Niet één glimlachje op mijn gezicht. Nul. Nul. Alsof ik naar het journaal zat te kijken. Zo kijk ik. En toen dacht ik, dit was het dan. En iedereen, oh man, allemaal klappen ook in die zaal daar. In de carré. Oh, bro, geweldig. Ja, woehoe. Allemaal deugneuzen. Oh, en hij natuurlijk ook. Hij dacht van, nou ja, als ik dat doe. Ja, dan val ik wel goed in de smaak daar. Bij die secte ook. En dan krijg ik misschien ook schouderklopjes. Nou, die kreeg hij ook hoor. Maar het was geweldig. Nou, dat was het helemaal niet. Nee, Johan die ging op zijn hond lijken. Ja, en dan kon mevrouw Derksen, die kon de hond en Johan niet meer uit elkaar houden. Ah, nou. Ik moest gelijk aan het zuurstof. Ja, ik kwam niet meer bij. Nee, ik was helemaal, tjonge, zelden zo gelachen. Ja, wat een vertoning. In plaats dat die pannenkoek nou eens een keer die Joost Klein had aangepakt, die daar zat. Want hij wist dat die kwam en die zat daar. En waarom zit die jongen daar? Die heeft heel Nederland een beetje verschut gezet. Met het Songfestival. Ja. En die zit daar dan onder het motto Impact. Impact. Van het jaar. Van het televisiejaar. En die wordt dan op één rijtje gezet. Met die Joodse raad. En er zit zo'n Joost Klein. Die zit daar een beetje alleen maar kinderachtig te doen. En noem maar op. Een beetje de ster uit te hangen. Met zijn zonnebril. Kijk mij eens. Kijk mij eens Joost Klein zijn. En een half uur voor het einde van de uitzending was hij al weg. Pak die gozer dan aan. Dat had je moeten doen. Pannenkoek, pannenkoek.